U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken dikke wolken over ons land, en uit die wolken valt regen in het uiterste oosten, misschien nog een klein beetje natte sneeuw. En het hele systeem trekt geleidelijk aan weg, zodat de regen zich verplaatst naar Duitsland en het van het westen uit droog gaat worden, de zon ook flink gaat schijnen. Ik wil niet zeggen dat het de hele dag droog blijft. Vanmiddag bijvoorbeeld hebben we flinke zonnige perioden. Maar in de loop van de middag neemt in het westen van het land de kans op een bui weer toe. En er zou dan onweer bij kunnen zitten. 8 tot 9, lokaal misschien 10 graden en vooral bij zee nog een. Krachtige wind. Vanavond opnieuw op meer plaatsen buien, maar ook nog opklaringen tussendoor. En ook vanavond kunnen die buien hier en daar met onweer samengaan. Temperaturen gaan vrij vlot omlaag, naar 3 tot 5 uh, graden. Dan morgen een temperatuur van 7 of 8 graden. Zonnige periode, maar ook nog steeds kans op een enkele bui. Vooral in de ochtend in het hele land en dan in de middag, met name in het oosten en zuiden. Woensdag, een dag dat het op veel plaatsen droog is, hoewel er in de ochtend nog wel een enkele bui valt. Ook dan is het 7 of 8 graden en die temperatuur verandert niet zo heel veel. Met donderdag en vrijdag is het wel weer wisselvalliger, met vooral donderdag een duidelijk grotere kans op buien. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.